Jongens, welkom bij deze nieuwe Career Mode video, aflevering 3 voor Dortmund. En ja, de keeper die dat we moeten kopen, hè, ik heb gekeken en het moet Joe Hart worden. Dus we gaan het bedrag van Joe Hart een beetje verhogen. We gaan gewoon geven wat ze willen, want dan zijn we er vanaf. Voor de rest hebben we niet echt iemand nodig in ons team. Dus Joe Hart, welkom. Howard was ook echt veel voorgesteld, maar ja, we moeten een keuze maken, hè, tussen keepers. We kunnen er niet onderuit. We spelen deze aflevering tegen Freiburg. We spelen ook tegen dit team waar ik de naam totaal niet van weet. En ja, dan gewoon het eind van de transferperiode. En de volgende aflevering zullen we beginnen met Anderlecht in de Champions League groepfase. Dus twee afleveringen vandaag. Nog altijd geen capture card. Ik ben al naar andere winkels gereden en hij is nergens binnen. Super raar. Maar ja. We blijven het zo doen en hopelijk komt alles ooit eens in orde. Dus er is iets gevraagd dat ik eens in een andere opstelling ging spelen. Dus ik denk dat ik eens in de... In welke opstelling ga ik spelen? In de 4-4-2 opstelling gewoon. Want ze vroegen van Doumbia en Aubameyang vooraan te zetten in de spits. Dat ze redelijk overpowered zouden zijn. Dus dat gaan we dan eens testen voor de volgende wedstrijd. Na deze match gaan we dan ook eens een B-team opstellen. En ja, let's get into that game. Oh my god, nee, dat meende niet. Ik ben eens gestart met Fekir en hij heeft precies al problemen aan zijn been. Het zijn de eerste 2 minuten dat hij voor ons speelt, maar ik denk dat hij hem wel al terug recht heeft gezet. Ja, inderdaad, geen blessure. Oeh, dat is geluk. Oh, Aubameyang. Allee, waarom deed hij niets? Ik had echt op schieten geduwd, maar maakt niet uit, nu al een aanval, dat is een goed teken voor de rest van de wedstrijd. Kijk hier, zei Aubameyang. Doortikken, Doumbia is ertussen. Oh, mooi onderschept. Oké, en Aubameyang gaat weer pacen. Aubameyang gaat weer pacen. Chip in. Hup, oh, dribbelbeweging, Aubameyang. Mooi. Oh, mooi binnen. Aubameyang, 1-0 voor. Oké, mooie vrije trappositie in de 27e minuut. Marco Reus, ik denk dat er niemand beter is om hem te trappen dan met hem. Kan Reus. Nee, was slecht getrapt van mij. Gewoon naast doel zelf getrapt. Poe, 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 poe. Is zien of hij er veel naast was. Oeh, het schoot echt bijna niets. Oké, toch nog beter getrapt dan ik had verwacht. Op de daklat. Op de daklat van Freiburg. En nog eens op de daklat. Oeh, hier kom ik heel goed weg. Net voor de 45e minuut. Amai. Van waar kwam die actie ineens? Ik ben echt helemaal over Freiburg gaan spelen. Ze kregen niets van kans. Het is echt een saaie match. En dan ineens paan op die daklat. Oh. Passen voor Freiburg. Ah, wat is dat hier? Weg ermee. Ah, de match verloopt echt niet soepel voor mijn team. Echt niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er is ook boegroep. Ik weet niet wat dat voor mijn team is. We staan voor, maar we zijn echt slecht aan het spelen nu. Kijk, oh my god. Oh my god, wat geef ik daar gewoon weg? Tijd voor een wissel, tijd voor een wissel. Kom op. Ramos erop voor Aubameyang. Kagawa voor Fekir. En Gundogan mag Malon dan nog vervangen. Nee, 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 nee. Oeh, de aanvallen komen uit van Freiburg. Er is iets aan de hand met mijn team. Misschien was die opstelling toch niet super. Ik had wel heel rap een goal ermee. Heel goed begonnen aan de wedstrijd, maar nu helemaal kapot. Oh my god, weer op die daklat. Oh my god, 90e minuut op de daklat van die mannen. Deze wedstrijd verdiende ik echt niet om te winnen. Oh my, nu gewoon hopen dat we die 3 punten nog kunnen pakken en blijven top of the table. Oké, goede balkeeper. Oké, en de match zit erop. 1-0 gebleven. Poe, 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 poe. Allee, wel 2 matchen op de 0 gehouden, dat is wel goed. Maar nee, dat was het helemaal niet. Aubameyang gaan we terug naar de rechterkant verschuiven. Een van onze jongsters is verkocht geraakt. En binnen 2 dagjes is het al tegen het nieuwe team. Mensen die aanvaarden de verkoop van Joe Hart, dan gaan we dat ook accepteren. We zullen hem een mooi bedragje moeten geven. Cruciale speler, eerste team.
En dan hopen dat we hem na deze wedstrijd kunnen krijgen. En het is tegen Augsburg. Dus, here we go. Oké, dus we hadden een zwakke overwinning tegen Freiburg gehaald. En nu de volgende wedstrijd is tegen Augsburg. En ik heb dus mijn A- en mijn B-team nu opgesteld. Mijn A-teams is dus Doumbia en Ramos vooraan. Kagawa, centraal aanvallend. Royce, links met Aubameyang. Rechts met Gundogan, centraal verdediging middenveld. Dan Schmelzer, Hummels, Socrates en Piszczek in de verdediging. En dan moet enkel onze keeper nog veranderd worden, hè. In Hart. Als hij komt natuurlijk. Dan het B-team is dan Immobile vooraan. Fekir daarachter. Grob Crouch, links met Campbell. Rechts met Sahin en Mandanda. Centraal verdediging middenveld. Durm, linksback, Ginder. In het midden, Sobotic, het midden, Piszczek blijft rechtsachter staan. En Langerak is de keeper. Dus ik ga met mijn B-team spelen tegen Augsburg. Dat gaat dan de eerste keer zijn met mijn U-team. We staan momenteel eerste, omdat we de enige zijn die al twee wedstrijden heeft gespeeld. En here we go. Ja, daar, we zijn door. Dat was zwak, dat was zelf niet eens voorgelegd. En toch ging die bal bijna naar die andere speler van ons. Hier, trap, oh nee, Malanda bijna met zijn goal. Poeh. Dat was even een goed momentje voor ons team. Nog niet spectaculair, maar een goede start. En hier, de keeper. Oh nee, zeg dat niet waar, is er echt iemand geblesseerd. Oh nee, en het is Grob Crouch, denk ik. Ja, Grob Crouch is geblesseerd. Ja, dan heeft Augsburg het zichzelf aangedaan. Want dan komt Royce erop. Nu wordt het 10 keer zo moeilijk voor hun om te winnen. Ah. Oké, jammer. Alle wissel opgebruikt in de 11e minuut, zeg. Bleh. Niet echt het leukste moment, maar wat doen we eraan? Oh, een momentje voor Augsburg misschien. Ja, daar, kom aan. Gewoon onderscheppen. Oh, Royce. Goed zo. Verdedigen. Ja, Royce doet alles deze match momenteel. Echt goede wissel. Allee ja, het was niet echt een gewilde wissel, maar toch, het heeft nog geen nadeel gehad aan deze wedstrijd. Oh nee, afgeweken. Oh nee, afgeweken bal, 45e minuut binnen. Nee, ik zag het echt gebeuren. Oh, hoe kunnen we nu achterkomen? We hebben niets van problemen gehad deze wedstrijd. Konden aan niet scoren, maar kijk, nu ineens, oh, ik ga even schieten. Dan, bam, en de keeper, ja, doop naar de verkeerde kant natuurlijk. Nee, dat zag ik echt niet aankomen. Oké. 1-0 achter de eerste helft, daar moeten we iets aan doen in de tweede helft. Zeker en vast. Kom aan, Immobile. Immobile, 1-1. Ah, 50e minuut, zo moet het zijn. Zo moeten we spelen. We staan weer gelijk. We hadden wel ons eerste tegendoelpunt gekregen na 3 wedstrijden. Maar nu nog zien te winnen. En dan is dat allemaal vergeven van die ene speler die in de weg stond. Nee, nee. Nee. Echt vlak nadat wij hadden gescoord. Scoort Augsburg nu. Hoe? Hoe? Huh? Kijk, even tiki-taka. Er staan echt nog veel verdedigers dan. Misschien fout ingegrepen. En ah, onze keeper. Waar is onze Joe Hart als we hem nodig hebben? Hij is er nog niet. Snik, snik. Oh, Fekir. Fekir, maak het af. Nee. Wat een gemist schot. De kans op de 2-2. Maar we gaan ook eens wisselen, want zo kan het niet verder. Doumbia komt erop. En ik ga Aubameyang centraal aanval midden zetten. Zo ze. The power of the beast. Komt er. Oh, we moeten weer oppassen. En nee, nog altijd niet ontweken. Ja, het is voor ons. Oké, okay, kom aan. Als we nu niet counteren, dan weet ik het ook niet. Nu geven. Oh. Niet recht genoeg. Niet recht. Oh, het is bijna 80e minuut. Het is al 2 en er moet echt een mirakel gebeuren. Moesten we nog gelijk spelen en winnen, dat gaat helemaal een miracle zijn. Alles voor de 85e minuut zou ik zeggen. Het kan nog, maar dan moeten we eerst wel nog die 2-2 zien te maken. Van Doumbia. Oh, wat een save. Oh. Kom aan, Royce. Doe het voor de team. Sobotic. Nee, Durm dan. Ah, afgeblokt.
En nu oppassen. Ja, we hebben hem nog altijd. Kunnen we nog iets voorzetten? Kunnen we nog iets voorzetten? Kunnen we nog iets voorzetten? Ja, maar ik kom niet aan. Nee. 90ste minuut is begonnen. Het ziet er niet goed uit. Kunnen we nog iets? Moeten we wel eerst nog aan de bal zitten geraken? Oké, kom aan. Dit is het moment. Kom aan, allemaal doorschuiven. Kampjes. Oh, ja, binnenhouden. Ja, Doumbia. Ja, Doumbia zorgt voor de 2-2. Oh, geen 3 punten verlies. We pakken nog een punt. Doumbia. Oh, wat een held. Kom aan, druk zetten. Oké, het is gedaan. Oeh, hier komen we goed weg. Nog altijd geen verlies op onze tabellen. Jammer genoeg. Is 2-2 geworden. Nou, goh ja, kun niet alles blijven winnen natuurlijk. Het is alleen jammer dan tegen zo'n ploegen is dat we al verliezen. En ja, nu is het eind van de transferperiode aangebroken. Joe Hart heeft geaccepteerd. We gaan het doen, jongens. Zo, Joe Hart komt. Onze nieuwe topkeeper. Veel beter dan wat we nu in ons doel hadden. 2 ballen binnengelaten. Ah, zo jammer. Maar kunnen we niets aan doen. Dus de hoogste transferbiedingen zijn van ons. 2 van ons staan erop. Dan eentje van Real met Aguero. Die toch redelijk vaak naar daar vertrekt. In career modes. Gewoon de tijd volmaken. Er gebeurt precies niet echt superveel niet meer. Daar, oh, Higuain gaat naar Man City. Voor 40 miljoen. Zou er nog een topbot gebeuren? Al te spannend. Kom aan. Nee, denk het niet. Nee. Alles is meestal gedaan, denk ik. Oh, Dos Santos naar Arsenal. En wat is dit? Leno is benaderd door FC Barcelona. Dat is goed voor Barcelona. Hè. Ik denk niet dat ze er iets mee hebben gedaan, want de transferperiode zit erop. En, oh, sorry jongens. En voilà, de aflevering zit erop. Het is nu even simulatietime. En de eerstvolgende match dat we nu gaan tegenkomen is tegen Anderlecht normaal gezien. Dus eerst de Champions League wedstrijd. Dus dat is voor de volgende aflevering. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. We gaan vooruit. En tot de volgende keer jongens. Have a nice day. Bye. Hey Flow Driver Army, als jullie mijn video leuk vonden, please leave a like en een comment. En als jullie meer stuff van mij willen zien, subscribe dan op mijn channel, Twitter of Twitch. Links zijn allemaal in de description. En tot de volgende video. Have a nice day. Bye.